Goedemiddag. De tijd dringt voor het personeel van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom. Dat zegt de gemeente. Die wil dat het bedrijf en de bonden haast maken om het eens te worden over een sociaal plan. Op 1 oktober stopt de productie in Bergen op Zoom en staan ruim 1200 mensen op straat. In een persconferentie luidde de gemeente vanmorgen de noodklok. Hoe langer het duurt voor er een sociaal plan is, hoe minder tijd er overblijft om andere zaken te regelen voor de nieuwe groep werklozen, zegt de gemeente. Begin april werd bekend dat de productie van sigaretten verdwijnt uit Bergen op Zoom. En in Bergen op Zoom is onze verslaggever Raoul Kartens. Ja, Raoul, jij was bij die persconferentie. De gemeente begint zich echt zorgen te maken. Ja, want we zeggen telkens 1231 mensen verliezen bij Philip Morris hun baan. Maar in werkelijkheid zijn het er 3 tot 4.000 als je alle indirecte werkgelegenheid die verloren gaat meetelt. En dat ziet Bergen op Zoom allemaal op zich afkomen. 3 tot 4.000 extra werklozen. De werkloosheid gaat dadelijk hier ongeveer 10% van de beroepsbevolking bedragen. En dat kan de gemeente Bergen op Zoom eigenlijk gewoon niet trekken. Nou, wat kan de gemeente Bergen op Zoom dan betekenen voor al deze mensen? Nou ja... Kijk om je heen. Philip Morris, Tetra Pak, Fokker. Er is al een behoorlijke werkloosheid hier. Ze zeggen van meestal een mobiliteitscentrum, dan begeleiden we je naar een andere baan. Maar die moeten er wel zijn. Dus dat is er eigenlijk niet. Dus ik vroeg ook aan de wethouder van, ja, wat heb je daar dan aan? Nou ja, we hebben meer verantwoordelijkheid dan alleen dat voor werk. Al hebben wij wel mogelijkheden om te kijken naar omscholing. We hebben goede contacten met het lokale bedrijfsleven, goede contacten met het lokaal onderwijs. Dat kunnen we aanbieden, maar als mensen werkloos raken, dan betreft dat ook het hele gezin. En dat is ook belangrijk om daar oog voor te hebben. Ja, Raoul, dat sociaal plan is er nog steeds niet. Dat duurt maar en duurt, maar de gemeente wil dus gauw dat het er komt. Maar wat verwachten de gemeente nog meer van Philip Morris? Nou ja, Philip Morris heeft beloofd. A, een goed sociaal plan. B, dat ze hun morele taak op zich neemt om die mensen goed te begeleiden. En dat is ook waar de wethouder min of meer op rekent. Meer dan vragen kunnen we niet, maar ik ben er wel van overtuigd dat Philip Morris die morele verplichting draagt naar de gemeenschap in Bergen op Zoom. Daar gaat u vanuit? Daar ga ik vanuit. Daar vertrouwt u op? Vertrouwen is een groot woord, maar ik reken er wel op. Tja, daar klinkt er nog wel een hoop twijfel in door, Raoul. Ja, hij houdt al een slag om de arm, hè? Dus ik denk dat ze hier op het stadskantoor achter mij toch wel zoiets hebben van eerst zien en dan geloven. Raoul Kartens vanuit Bergen op Zoom, dankjewel.